Goedenavond allemaal, ik ben Ina van Shorty Lavania. Ik heb al enkele vlogs gemaakt en vandaag ga ik ook een Q&A doen. Ik heb een weekje geleden aan mijn volgertjes gevraagd om enkele vragen te stellen en deze ga ik nu ook beantwoorden voor jullie. Vraag nummer 1. Wat vind je leuker? De sulky, tuigloos, op nekroop rijden, dressuurmatig of springen? Dat is echt een hele moeilijke vraag omdat ik ook wel een veelzijdige ruiter ben. Dus zowel grondwerk als ja, rijden en vrij veel van het rijden. Het allerliefste doe ik toch wel tuigloos. Gewoon omdat ja, alles mag, alles kan en niets moet. Dus gewoon freedom en gaan. De tweede vraag. Waar heb je geleerd om op de juiste manier grondwerk te doen? Eigenlijk via internet. Ik heb in het begin, het eerste jaar dat ik grondwerk deed, heb ik nooit les genomen. Eén keer wel omdat ik met een probleempje zat. Dat was toen ook met Kina, mijn vorig verzorgpaard. Dat was gewoon een gedragsprobleem en ik kreeg zelf een beetje schrik. Dat was mijn enige les toen. Daarvoor heb ik eigenlijk grondwerk leren kennen door Eva Roemaat. Het is ook een zeer vriendelijke vrouw. Altijd wel... Ja, welkom voor een babbeltje bij haar. Vraag nummer 3. Hoe heb je hem geleerd om op nekroop te rijden? Ik veronderstel Pilou. Pilou is eigenlijk mijn derde paardje dat ik op nekroop heb leren rijden. Eerst was dat James, dat was Chica en dan Pilou. Ook al ken ik Pilou het allerlangste, toen is dat mijn derde paardje die ik... Of nekroop heb leren rijden. Hoe heb ik dat gedaan? Ik ben erop gesprongen. Eerst en vooral met Bit. Heb ik eigenlijk die hulpen ja, leren kennen. Ook altijd op benen gereden natuurlijk. Hoewel dat hij een draver is en liever als ik benen gebruik, wil hij liever sneller gaan dan eigenlijk ja, om mijn been te lopen en zo. Doordat ik eigenlijk dressuur deed, was dat wel verbeterd. Dus met het Bit te rijden en dat hij wel de hulpen leren kennen, ben ik dan eigenlijk overschakeld naar Bitloos. Ik moet eerlijk zijn, op Bitloos reageert hij niet zo goed. Dus eigenlijk heb ik die stap een beetje overgeslagen en heb ik eigenlijk gewoon ja, uitgedaan, het hoofdstel. En dan ben ik dat zo eigenlijk gaan doen. Maar ook eerst in stap, dan in draf. En galop is eigenlijk nog niet zo lang dat ik dat doe met hem. Ja, lijkt dat ik zeg, het is een draver. Galop kende die vroeger nog niet. Hetzelfde met Chica. Ja, nee, eigenlijk niet hetzelfde met Chica. Met Chica, ja, dat was gewoon hup, alles uit en gewoon doen. Dat misschien niet zo verstandig is, maar ja, ik had er een goed gevoel bij, anders zou ik het niet doen. En bij James heb ik eigenlijk hetzelfde als bij Pilou gedaan. Echt helemaal op het gemakje. Het heeft vrij lang geduurd, maar ja, ik was toch wel blij met het resultaat. Vraag nummer 4. Vond je het moeilijk om na een hele tijd opnieuw te beginnen met Pilou? Ik meen te herinneren dat je ook eens serieus van hem gevallen bent. Hoe heb je die angst overwonnen? Ik ben een tijdje geleden door omstandigheden weggegaan van Pilou. Voor een half jaar ben ik dan weggegaan van Pilou. Heb ik ondertussen James gedaan. Ik ben dan teruggekomen naar Pilou, een nieuwe kans. En dat was vrij moeilijk. Want de tweede dag dat ik naar hem ging, ben ik niet gevallen. Maar heeft hij op mijn pols geschot. Zoals je ook kunt zien, heb ik 3 spullen gekregen in mijn pols. Waren kleine kapstokjes. ik had wel schrik. Ik had geen schrik van hem, maar ik had wel schrik dat hij het nooit eens zou doen. Allee, het is zo een beetje moeilijk uit te leggen. Ik durf wel met hem nog werken en zo. Maar eens dat de kont in de buurt kwam, en ook met andere paarden nog altijd, is het toch zo een beetje... Ga maar weg. Maar zoals het nu gaat, ben ik wel blij. Vraag 5. Wie heeft je leren paardrijden en welk paardenras vind je het allermooist? Wie heeft mij leren paardrijden? Ik ben begonnen op een manege in Evergem, Draafshof.
Ik heb daar veel geleerd, maar op een bepaald moment, ja, dat ging veel te traag vooruit. Ik zat dan in een halopleis en dan ging dat niet meer. Dat was zo één toertje en dan moest ik weer terug. En ja, ik was een beetje beu, ik verveelde mij ook. Dus dan ben ik naar racingteam gegaan. Ik heb daar gewoon even gegalopeerd, gesprongen, gewoon dat ik wist hoe het voelde. Daarna ben ik naar de paardjes hier geweest, bij de verzorgpaarden. Ik heb daar eerst een volbloed gereden. Die is dan weggegaan. Dan ben ik Pilou beginnen verzorgen. Maar dan ben ik ook naar een ander, de wei hierachter, waar zijn er nog paarden en die heb ik dan ook leren verzorgen. En die personen, Talita en Melissa, hebben mij ook wel heel veel geholpen met het rijden. Dus die ben ik ook nog steeds even dankbaar. De rest heb ik eigenlijk zelf een beetje ondervonden, zoals stuigloos rijden, mijn zit. En dan ook met James, de dressuurlessen in Dravershof van Sonja waren ook super. Daar heb ik ook veel uit geleerd. En James heeft mij ook heel veel kunnen leren. Vraag 6. Hoeveel keer ben je gevallen? Ben je al in het ziekenhuis beland door een paard? Welk paard op de wereld zou je het liefst willen kopen? Ik ben al veel te veel gevallen. Ik weet, vallen die ik het beste herinner, is nog altijd op het stal Vossenhol. Die ga ik even wel promoten, omdat dat wel een stal is die ik heel goed ken. Het is echt een superleuke stal. Zeker naartoe gaan in Maldegem, stal het Vossenhol. Zeer leuke mensen, goede lessen en leuke paardjes. daar ben ik gevallen, een paar keer zelf. Dat zand ligt heel goed. Het was ooit een keer een spring, ja, niet echt een les, maar we gingen gewoon allemaal samen in springen. En ik heb op twee verschillende paarden gereden. En ik ben zeker 4 keer gevallen. Ik weet niet hoe dat ik het heb gedaan. Foto's, die zal ik wel nog eens tonen op mijn pagina dan, of misschien op dit filmpje. Weet je wat, ik zal ze hierachter zetten, dan kun je even meelachen. Ik ben dan ook 2 keer in het ziekenhuis beland. 1 keer door te vallen van een paardje die hier stond. Had ik een lichte hersenschudding, niet zo erg. De tweede keer was dat met mijn pols. Dan heb ik wel een operatie moeten doen om die spullen daarin te steken. Heb ik veel afgezien. Dat is het eigenlijk een beetje. En het paardje dat ik het allerliefste zou willen kopen, dat is nog altijd James. Dus als die ooit te koop staat, dan zou ik die heel graag willen. Vraag nummer 7. Denk je soms over na om een eigen paard te kopen of Pilou te kopen? Hoe zie je jezelf binnen 10 jaar? Ik denk er heel veel over na om een eigen paard te kopen. Ik kijk daar echt wel naar uit. Gewoon omdat ik dan helemaal een andere... Eigenlijk wil ik een hele andere richting uitgaan. Maar mijn verzorgpaard, ja, lukt dat eigenlijk niet zo goed, vind ik. Dan heb ik ook gewoon mijn eigen paardje en kan ik, ja, doen wat ik wil doen. Niet dat ik nu, ja, weinig kan doen, want met Pilou mag ik eigenlijk echt wel heel veel doen. Pilou overkopen, ja, ik kan eerlijk zijn, ja, nee, dat zie ik niet echt zitten. Gewoon, ik wil een jong, fris paardje. Pilou is ondertussen 13 jaar. En ik wil gewoon opnieuw kunnen beginnen. Pilou ken ik nu ook al goed. Ik zie hem ook super graag. Maar ik wil dan eigenlijk met mijn eigen paardje opnieuw kunnen beginnen. Maar Pilou kent al veel. Dus ja, dat is zo'n beetje wat mij tegenhoudt. Hoe zie ik mij over 10 jaar? Dat is wel moeilijk. Nu maandag, overmorgen dus, ga ik mijn eerste politieproef doen. Dus ik hoop echt super hard. Ik zou er echt, ik weet niet hoeveel geld voor willen geven. Dat ik... mijn eigen mag zien bij de politie, dat ik mensen kan helpen. En qua paardenvlak, dat ik toch wel mijn eigen paardje heb. Liefst een tinker, liefst zelf 2. Zodat ik duo-werk kan doen, dat is echt wel een droom voor mij. Dat ik ook veel mensen kan helpen. Vooral heel veel fun. De volgende vraag. Hoe kom je op de naam Lavania? Geen idee. Nee, ik heb gewoon... Op een bepaald moment heb ik me aan mijn bureau gezet en dacht ik ga nu een keer alles opschrijven wat in mij opkomt. En ik bleef maar schrijven en schrijven en dan heb ik dingen zitten mengen en doen. En in één keer kwam Lavania in mij op en ja, dan is het Lavania geworden.
Heel veel mensen dachten dat het Lavagna was, maar dat, ja, ik vond dat zo wat boertig. Dus het is degelijk Lavagna. Hoe oud is Pilou? Ja, dat heb ik daarnet al gezegd. Pilou is 13 jaar. En ik denk zelf dat hij nu dit jaar 14 wordt. Heb je er ooit aan gedacht om op te geven, zowel met Pilou als de andere paarden? Wat wil je nog bereiken met Pilou? Opgeven? Ja, soms wel. Soms heb ik dat wel gehad met Pilou, zeker het moment dat ik met hem reed. En mijn grondwerk ook. Gewoon, hij ziet er zo gemakkelijk uit, maar hij is echt niet gemakkelijk. Zeker met het rijden is hij niet gemakkelijk. Deze zomer heb ik bijvoorbeeld dressuur gedaan. Hij was echt super mooi ontspannen, binnenstelling, mooi draven. Pff, als ik mij er nu op zet, hè, dat hebben lange niet meer zo zijn. En weer zo buitenstelling, weer, ja, weer typisch draver. Hè. Dus nu geef ik dressuur eigenlijk wel op, ja. Maar het ligt hem ook niet echt, dus ik wil hem daar ook niet in dwingen, aanzien dat hij het toch niet graag doet. Zo wil ik zo'n beetje dingen doen die hij wel graag doet, zoals wandelen, snelheid, springen. Maar echt opgeven, opgeven met alle paarden, nee, dat ga ik nooit doen, nooit. Er is altijd wel iets dat verkeerd loopt, maar dan moet je eigenlijk opzij zetten en gewoon doorgaan met dingen die je wel leuk vindt. Eventueel een keer een ander paardje nemen. Hij is bij een vriendin langs die een paard heeft, waar daar een keer mee, gewoon om weer inspiratie op te doen. En dan kun je gewoon zelf ook weer verder. Heeft Pilou hoefijzers? Hoe heb je Pilou verkeersmak gemaakt? Pilou heeft geen hoefijzers. Hij krijgt binnenkort misschien wel hoefschoentjes, omdat hij heel gevoelige voeten heeft. En vrij kort staan soms. Allee, vooral als ik veel op de baan ga. Zeker nu met de sulky en zo. Pilou verkeersmak gemaakt. De eigenares heeft daar al een stuk aan meegeholpen in het begin, toen ik er nu was. Ik heb dan verder opgeleerd, zeg maar. Eerst en vooral heb ik dat aan de hand gedaan. Zowel overdag als in de donker ben ik gewoon gaan wandelen aan de hand, overal waar ik kon. Vaak lange wandelingen. Ook op straat, zodat die auto's leren kennen en ja, dat hij eigenlijk op mij kon vertrouwen. Daarachter ben ik er dan opgegaan. Ja, stapje per stapje. De eigenares eerst op de fiets. Nee, eerst ging ze eigenlijk mee te voet. Daarna op de fiets, zodat Pilou ook een leider had. En daarna ben ik dan eigenlijk, ja, sinds kort ben ik dan eigenlijk echt alleen gaan wandelen. Want in het begin kon ik dat echt niet doen. Dus ja, daar ben ik wel fier op. Zelf ook rustig blijven, dat is een gouden tip. Want als jij niet rustig bent, ga je paard zeker ook niet rustig zijn. En ja, gewoon nooit niet opgeven. Gewoon altijd blijven doorzetten. En als je naar huis keert, en like hier ook, we hebben zo een ronde en dan heb je ons poort. En als we dan naar huis gaan en Pilou doet amputant, ja, dan doe ik nog een ronde. Dus wanneer dat ik goed kan afsluiten, dan ga ik ook naar huis. De volgende vraag. Heb je nog paarden naast die waar wij bekend mee zijn, zoals James, Pilou, die je nou aan het hart liggen, zoals Verona bijvoorbeeld? Ik verschiet er echt van dat iemand dat vraagt. Ja, jullie zijn vooral bekend met James, Pilou, Chica, Benno. Maar Verona, die heeft eigenlijk echt niemand gekend. Of toch weinigen van mijn pagina. Verona was mijn eerste manegepaardje eigenlijk, buiten Boemer dan. Waar ik echt superveel van hield. Ik heb daar dagenlang voor geweend toen die wegging. Ik kwam nog maar op de manege en zei al, ja, weet al, allez, ik wist zo al wie dat ik moest nemen. Dus ook al is het een manegepaard, kunt u echt even graag zien. Waar Verona nu is, geen idee, naar schijnt is ze bij een andere eigenares. Dus ik hoop echt super hard dat hij daar een goede thuis heeft. Als het beter dan op een manege. Wat is jouw mooiste foto met Pilou? Dat is echt een super moeilijke. Ik moet één foto kiezen uit alle duizenden foto's die ik met Pilou heb. een recente foto dan is dat denk ik die van Hippodroomfotografie, die stijrfoto, deze. Dat vind ik dus echt wel een hele mooie foto.
En de laatste vraag. Wat vind je nu het allerleukste aan een draver? Oftewel aan Pilou. Het allerleukste aan een draver? Gewoon, ja, vooral een zachtaardig karakter. En ook wel, de meesten zijn wel, ja, eigenlijk zijn ze wel leergierig. Ook wel is Pilou soms een slaapkop, als je ermee bezig bent. En ook de snelheid. Snelheid vind ik altijd leuk. Kun je een keer goed mee gaan ook. Ook al, je mag er zeker van zijn dat ze het graag doen ook. Sommigen dan toch. Pilou doet het heel graag. Dus ja, dat zijn wel de leukere dingen aan de dravers. Dit was mijn Q&A. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als jullie graag een tweede willen zien, abonneer dan zeker en reageer hieronder nog enkele vragen. Dan zie ik jullie bij de volgende.